hallo, ik ben Jan Doemse. Ik ben een van de producenten van De Pool, een Nederlandse horrorfilm met Gijs Scholten van Aschat en Karien Krutsen, die vorig jaar op het Nederlands Filmfestival het Gouden Kalf voor beste geluidsontwerp won. En het was de eerste van vier films die we wilden maken onder de vlag van House of Nether Horror. En dat is een productiemaatschappij die we hebben opgericht om eigenlijk low-budget Nederlandstalige horrorfilms te maken. Omdat we vinden dat daar te weinig van zijn. Voor mij was het horrorgenre een manier om in een redelijk, zeg maar, beschermde en fijne omgeving daar ze nu dan toch eens eventjes de confrontatie mee aan te gaan. En te denken van ja... Ja, het leven kan niet alleen maar een pretje zijn of zo, weet je wel. Er zijn gewoon enge dingen. En ik vind, Nederland wil zich graag presenteren als een volwaardig filmland. En je kunt niet alleen maar artfilms hebben. En je kunt ook niet alleen maar romcoms hebben. Er moet ruimte zijn voor meer. En in Nederland verschilt niet van andere landen in die zin dat hier ook liefhebbers van horror zijn. En die moeten het nu veelal doen met films die uit Amerika komen of uit andere landen. En ik denk, nou, wij kunnen ook best wel die films maken. En er zijn hier genoeg mensen die het willen. Alleen die worden tegengehouden doordat ze bij het filmfonds zeggen van horror, dat doen we niet aan. De omroepen willen er niet aan. Ja, dus er valt... wat dat betreft nog een hoop te verbeteren. Gadverdamme! Kutzooi. Oké, wie van jullie wil hier zo graag weg dat hij dacht ik ga de boel eens even flink verstieren? Met alle respect voor Dick Maas, maar hij is gewoon de enige Nederlandse filmmaker die eens in zoveel jaar... als hij daar zin in heeft, althans een horrorfilm maakt. Want hij doet natuurlijk ook comedies, maar Sint en The Lift en Amsterdam, dat is zo'n beetje het beste wat er in Nederland is op het gebied van horror. En ik denk van nou, er is best wel ruimte voor een ander geluid. En dat hebben we met De Pool geprobeerd te laten horen. Nou, de invloed van het horrorgenre op de Nederlandse filmindustrie is zeer beperkt. En vooralsnog, ik denk dat alleen tot nu toe Dick Maas met een aantal van zijn films wel echt impact heeft gehad, in die zin dat er heel erg veel mensen naar zijn gaan kijken en dat er flink veel geld mee verdiend is. Dat kan ik van De Pool zeker niet zeggen. En van de meeste andere neder-horrorfilms ook niet. Je had in het recente verleden had je Slagnacht en Dood Eind en Zombibi. Nou, die hebben het allemaal niet zo goed gedaan. Maar ik denk dat het een kwestie is van doorzetten. En net als met de romantische comedies, die waren een aantal jaar geleden ook helemaal niet populair. En op een gegeven moment zeiden een producent en een distributeur van de film Costa om te beginnen van we gaan dit eens even echt stevig in de markt zetten. En daar kwam later Alles is Liefde overheen. En sindsdien is het gewoon een uitgemaakte zaak dat er in Nederland een publiek is voor dat soort films. Dus qua horror denk ik dat dat ook een keer zou moeten gebeuren. Oh my God!